Deze week werd bekend dat Viaplay gaat stoppen met het tv-kanaal Extra. Volgens het bedrijf is het kanaal niet meer nodig, want toen Viaplay in 2022 op de markt kwam, werd het Viaplay Extra kanaal gelanceerd als backup-oplossing om de druk op de internetverbindingen te verlagen. Zo laten ze in ieder geval zelf weten. Nou, volgens Viaplay is dit niet meer nodig. Extra was bij alle providers te zien voor mensen met een B2B-abonnement. Nou, nu heeft KPN mailtjes rondgestuurd naar mensen die klant zijn bij de provider en Viaplay hebben. En in ruil dat het kanaal stopt, zullen klanten van KPN toegang krijgen tot F1 TV Pro. De enige andere manier om naast Viaplay in Nederland alle sessies live te zien. Naast de Formule 1 zijn ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup daar live te volgen. En we pakken gelijk door met de streamingsdiensten, want Netflix heeft namelijk de lanceerdatum voor het zesde seizoen van de populaire serie Drive to Survive officieel bekendgemaakt. De volledige reeks is vanaf vrijdag 23 februari op de streamingsdiensten bekijken. En Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari verlengd. Het contract van de Monegasque liep nog tot het einde van 2024. Maar voorlopig gaat Leclerc ook de komende jaren in de auto van het Italiaanse team blijven rijden. Ferrari geeft niet aan voor hoeveel jaar Leclerc heeft verlengd. En Roger Torrent, minister van Economie en Werkgelegenheid van Catalonië en ook de voorzitter van het circuit de Barcelona-Catalunya, heeft gereageerd op het nieuws omtrent de Grand Prix van Madrid die de Formule 1 bekend heeft gemaakt. Hij laat weten dat het circuit Barcelona-Catalunya in gesprek is met de Formule 1 over een mogelijke verlenging en dat de relatie tussen de Formule 1 en Catalonië positief en uitstekend is. En dat de onderhandelingen op eigen tempo gaan. Ja, het circuit in Barcelona staat erom bekend niet het meest moderne circuit te zijn, maar volgens Torrent wordt er wel keihard gewerkt aan verbeteringen en vooral modernisering van infrastructuur en de omgeving. We hebben een nieuwe impuls voor het circuit en de wil om de faciliteiten te moderniseren, dat we er volledig voor gaan en er een geweldig evenement van willen maken. 2024 zullen we de Grand Prix organiseren en de relatie is goed. Ik zou zelf zeggen uitstekend, zo laten we weten tegenover RAC Uno. En na de start van het Formule 1 seizoen gaat komend weekend ook IMSA beginnen aan het seizoen van 2024. Dit doen ze meteen met een prettige en tevens historische race, namelijk de 24 uur van Daytona. Waar en hoe laat je dat allemaal kan volgen, dat kan je allemaal vinden op onze website gpfans.com. Dan wens ik je dit weekend heel veel kijkplezier en dan zie ik je later weer. Tot dan, hoi!